Geen plaats in Nederland kende zo'n unieke verzameling kazernes als Ede, waar maar liefst 7 kazernes naast elkaar lagen aan de nieuwe kazernelaan. De geschiedenis van het garnizoen in Ede begint in 1904 met de bouw van 2 lineaire infanteriekazernes, de huidige Maurits en Johan Willem Friso kazerne. Beide kazernes, met een hoofdgebouw van 130 meter lang, gebruikten dezelfde hoofdingang en gemeenschappelijke voorzieningen. In 1906 werd begonnen met de bouw van nog 2 kazernes. Beide hadden een hoofdgebouw met H-vormige plattegrond. Dit was een nieuwe ontwikkeling voor die tijd en buiten Ede nergens anders toegepast. In gebruikname volgde in 1908, maar pas in 1934 kregen ze een naam. Van Essen-kazerne voor de artillerie en Arthur Kool-kazerne voor de cavalerie. In 1936 werden deze kazernes aangevuld met de P.L. Berganciuskazerne. In dit gebouw met een U-vormige plattegrond was de school reserveofficieren artillerie gevestigd. Wegens de toenemende oorlogsdreiging werden in 1938 overal in Nederland in een koortsachtig tempo kazernes gebouwd. Ook in Ede kwamen er nog 2 bij. De Elias Beekman-kazerne, gebouwd voor de infanterie, en voor de motorartillerie de Simon Stevin-kazerne, die pas in 1940 onder Duitse leiding voltooid zou worden. Beide kazernes zijn opgezet volgens het paviljoensysteem. Ooit was Ede de thuisbasis voor zo'n 4000 militairen. Maar na verschillende reorganisaties van de landmacht en de afschaffing van de dienstplicht verminderde dit aantal snel. In 2010, ruim 100 jaar na aanwezigheid van het leger, is Ede garnizoenstad af.